Dat is wel echt een momentje even zo. Het Circus Theater is voor mij wel echt extra bijzonder, omdat ik natuurlijk zelf, ik kom hier uit de buurt. Ik ben hier begonnen met zingen, in Scheveningen, op de boulevard, als klein jongetje. Het lijkt alsof, alsof ik terugkom in Scheveningen en dan op het mooiste podium mag staan die er gewoon is. Waar ben ik dan? Waarschijnlijk zal het op slot zitten, denk ik. Hij is open. Zullen we gaan kijken? Geloof me, als ik terugkom in de tijd, dan was ik samen met jou. Geloof me, als ik je zou zien, zou ik zeker weer vallen voor jou. Jeetje man, we kunnen gewoon naar binnen. Ja. Qua gastartiesten, er zijn twee mensen die ik enorm graag erbij wil hebben. En één daarvan die heb ik al gevraagd, dat is Rutje Kot. Ik heb een aantal jaar geleden mocht ik met haar mee op tournee. Een vijfstedentour mocht ik met haar mee. En die komt in de show, dus daar ben ik echt enorm trots op. Dag lieverd. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ik ben zo blij dat je mijn gast bent. Ja, binnenkort ben jij de ster. Ja. En ik ben blij. Ik ben ontzettend blij. Ik voel me vereerd om bij jou eindelijk een keer in de show te staan. Ja, dank je wel. Ik heb er heel veel zin in. En er is nog iemand, maar die moet ik maar vragen. Dat is Alain Clark. Daar heb ik natuurlijk mee mogen werken in de studio. Die heeft een fantastische song geschreven samen met Plain Varia voor mij. Ja, die zou ik wel heel graag live met Alain Clark willen doen. Dus Alain, als je kijkt, ik ga je vragen, man. We zijn hier vandaag in de Rooftop Studios bij Edwin van Hoevelaak. Er is een writers camp georganiseerd met wat zwaargewichten, mag ik wel zeggen. En daar ben ik bijzonder trots op om met deze heren te mogen werken. Het leuke is, we waren hier gisteren om, ik geloof een uur of 12 in de middag aangekomen. En we hebben de eerste 4 uur van de dag gewoon aan de eettafel zitten kletsen. Weet je, en eigenlijk helemaal niet eens per se over muziek. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan voor het eerst bij zo'n sessie komt, dat je na een half uurtje, uurtje op je klok gaat kijken en denkt van, we gingen toch werken met z'n allen, weet je. Maar het is leuk dat dan achteraf blijkt hoe belangrijk zo'n moment samen aan tafel dan is voor het schrijven van een liedje, weet je. En soms zeg je iets in een gesprek waar we dan alle drie tegelijk denken, ja man, ik weet meteen, terwijl we hebben 3 verschillende levens gehad, maar we hebben dat wel alle 3 meegemaakt. En dat zijn de onderwerpen, weet je wel, dat zijn de verhalen. Len, die komt met een melodie, die speelt een melodie op zijn gitaar. Waarop Glenn gelijk met een tekst begint op zijn telefoon en dat ik denk, waar haal je het vandaan? Eén keer je hand, en als het even kan, knuffel misschien. En in de tussentijd is Edwin van Hoevelaak gelijk aan het arrangeren. Ik heb meestal gelijk al wel een idee over hoe het muzikaal in elkaar moet gaan zitten. Ze proberen we dat tot een eenheid te krijgen. Maar dat is mooi, als we nou alleen maar waren gefocust van we moeten werken, we moeten in de studio en gitaar op schoot en schrijven. Dan mis je eigenlijk al die ruimtes daartussen, weet je. En daar liggen natuurlijk gewoon de echte verhalen, liggen gewoon in het echte leven. Ik kan niet zonder jou, je weet hoeveel ik van je.